Hier komen ze hier zitten, moet je kijken. En dan plaatsen ze, ze zijn met een vrouw kapotjes en roken ze en van alles doen ze hier. Het is een tafereel dat iedere dag voorkomt in de Kornhorst. Prostituees die door het gebouw zwerven op zoek naar nieuwe klanten. Junkies en dealers die drugs gebruiken of verkopen in het trappenhuis of op de galerijen. En dat is nog niet alles. Er wordt hier vreselijk gedronken. Dus op knieën eruit gaan. Hoererijen, dus prostituees komen hier binnen. Die bieden eigenaar bij de bewoners. Dus ja, het is gewoon een ramp hier. En de veiligheid is hier ook heel erg slecht. Volgens veel bewoners komen de problemen voort uit het beleid van Rochdale. Maar heeft de woningcorporatie tot nu toe verzuimd iets te doen om de overlast aan te pakken? Het is hier zo, er wordt hier maar ingedouwd. Ja, psychische patiënten, gaan we door, jungs, alles wordt hier ingedouwd. Rochdale maakt het niet uit. Er is geen toezicht. De beveiliging, dat is een beetje wazig hier. Inmiddels heeft een aantal bewoners zich verenigd om te proberen iets aan de situatie te doen. En vooral om Rochdale te dwingen dat te doen. We zijn juist bezig te voorkomen dat het een chaos wordt. Wat ik Rochdale wil zeggen is dat het nu tijd gaat worden, dat het een ogen open gaat. Het is nou eens gaan zorgen dat de corner nou eens een flat gaat worden. Waar de oudjes met liefde en plezier kunnen wonen.